Hallo. Hallo Mark. Ook jij doet onderzoek naar taal. Jij weet alles van woorden. Maar waarom heet dit nou bijvoorbeeld een baard? Waar komt dat vandaan? Nou, ik denk dat we het van de mensen om ons heen geleerd hebben. Maar ja, we kunnen natuurlijk een beetje terug in de tijd, want we kunnen kijken hoe men het schreef. Vroeger zei men baard in de middeleeuwen. Als je nog een stukje verder gaat, zei men baard. En daarvoor, duizenden jaren geleden, zei men misschien iets zoals barda. Barda. Ja. Oké. Okay. Maar dan zijn we natuurlijk nog lang niet bij die miljoenen jaren geleden waar de oermensen begonnen met spreken of met klanken gebruiken. Nee, en hoe dat klonk, ja, dat weten we natuurlijk niet. Want nee, al die mensapen die hebben niet alles opgenomen of opgeschreven. Nee, en jammer genoeg hebben we ook geen tijdmachine waarmee we het zouden kunnen onderzoeken. Lastig. Maar er is wel een experimentje wat je zou kunnen doen om het uit te vinden. Kijk, ik heb iets meegebracht. Een van deze beestjes is Kiki en de andere is Booba. En ga jij maar eens vragen aan mensen op straat wie nou wie is. Wie is Kiki en welke is Booba? Kiki en Booba. Oké. Okay. Erik, ik heb een vraag. Ik heb twee knuffels. Eentje heet Kiki en eentje heet Booba. Ja. Welke naam hoort bij welke knuffel? Booba, Kiki. Duidelijk. Welke is Kiki? Die. Dat is Booba en dat is Kiki. Kiki en Booba. En heb je enig idee waarom? Booba klinkt gewoon zachter. Kiki en Booba. Dat is Booba en dat is Kiki. Die Booba en die Kiki. Welke is Kiki? Die. Ja? En waarom denk je dat? Dat het puntjes heeft. Nou Mark, het is duidelijk. Dit is Kiki en dit is Booba. Maar hoe kan het nou dat alle mensen dat vinden? Ja, kijk, harde, stekelige dingen krijgen wat hardere, scherpere klanken. Kiki. En bolle, ronde, zachte dingen krijgen wat rondere klanken. Booba. Precies. En dat zit in alle mensen en dat vind je dus ook terug in alle talen. Soms zegt de klank van een woord dus iets over wat het betekent. Glanzen, glinsteren, gloeien, glimmen. Heeft allemaal met licht te maken. De woorden snuit, snot, snuiven en snurken hebben allemaal iets met je neus te maken. Het heeft een beetje een nasale klank. Slurpen en slobberen klinkt ook een beetje zoals het is, hè? Ja, inderdaad. Eigenlijk net zoals in ons Booba Kiki-onderzoekje. En daarom denk ik ook dat sommige woorden in taal op die manier zijn ontstaan. Sommige woorden klinken zoals ze zijn. Dus het woord slurpen komt van slurpen. Ja, inderdaad. Maar dat is niet zo met alle woorden. Bijvoorbeeld, we slurpen, maar we doen dat uit een beker. En beker, dat klinkt niet echt als een beker. Nee, dat is gewoon bedacht. Taal is eigenlijk altijd een combinatie van bedachte woorden en van woorden die nabootsen. Dus nieuwe woorden als baard, mobieltje of internet. Ja. Over internet gesproken. Wil jij nou meer weten van taal en taalonderzoek? Ga dan naar onze website www.hetklokhuis.nl/onderzoek.